Op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Deon W aan de binnenkant begint hard. Aan de buitenkant galoppaarden van Jaguar van Assen. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. Deon W die gaat als eerste naar de bocht toe. Joke CD ligt op de tweede plek in de tweede spoor. En het derde spoor is voor Jaap van Rijn. Die nu gaat inparkeren op plek 3 met Knock on Wood. De buitenzijde gaat Carola naar voren. Binnendoor Jordi Grauw. En daarachter volgt Ace Geogar. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En daar komt aan de buitenzijde heel hard naar voren. Carola, die neemt de leiding over. Carola, de nieuwe leider, neemt de leiding over van Deon W. Daarachter op plek 3 volgt Joke CD. Vierde aan de buitenkant, dat is het eerste paard aan de buitenkant, is de nummer 7, Knock on Wood. Nu is er ook een tussentijd, 1.14.8 voor de eerste 500. Nummer 3, galop. Kasper er ook uit en zo gaan de paarden de volgende bocht in en de leiding is daar in handen van Carola. Carola wordt gevolgd door Deon W. Joke CD is naar het tweede spoor gegaan. Is nu de gangmaker voor Knock on Wood. Binnendoor gaat Jordi Grauw naar voren. Daarachter Ace Geogar. Daarachter volgt Jackie de Bel. En daarachter de volgens mij ook uitgeschakelde Jaguar van Assen. Dat is hij zeker, want die sprong van start af. Ze komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Tempo is wat naar beneden gegaan. Het gaat geen 14 meer. En de tussentijd zal zodra op de borden komen. 22-3 zelfs. En we gaan de laatste kilometer in. Carola leidt, buitenkant. Joke CD, daarachter sterk gehouden in het tweede spoor. Gaat makkelijk mee, maar sterk aan het bid. Knock on Wood. En daarachter aan de relingzijde volgt Deon W. Dan Ace Geogar in het tweede spoor. Aan de relingzijde daarnaast volgt Jordi Grauw. En daarachter Jackie de Bel. Paarden ronden de rechterbocht. Echt haast hebben ze nog niet. Er wordt ook geen druk uitgeoefend op de leider Carola. En Carola komt als eerste de rechte lijn overzijde in. Carola gaat nu zelf iets versnellen. Buitenkant gaat Joke CD mee. Daarachter aan de relingzijde Deon W. Daarachter aan de buitenkant Knock on Wood. En dan Ace Geogar met die hele ruime loop van hem. En zo gaan ze op weg naar de derde 500 meter tijd. En die luidt 1.16.6. Paarden gaan de laatste bocht nu opzoeken en nog altijd Carola aan de leiding. Carola, lengtevoorsprong, Joke CD aan de buitenkant. Deon W doet alles binnendoor. Daarachter in het tweede spoor is het Knock on Wood de favoriet. En Ace Geogar blijft er nog net aanhangen bij die voorste vier. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Paarden gaan de bocht door en het is Knock on Wood die nu naar het derde spoor gaat. Knock on Wood gaat de aanval openen. Ace Geogar probeert erachteraan te gaan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Carola aan de binnenkant. Buitenkant komt Knock on Wood. In het midden Joke CD. En daar komt ook aan de buitenkant Ace Geogar. Buitenkant is het Knock on Wood. Aan de binnenkant Joke CD. Knock on Wood aan de buitenzijde of Joke CD. Ze gaan naar de streep. En het is Knock on Wood met een hoofdje. Joke CD tweede. Ace Geogar derde. En vierde. Goed gelopen. Carola. Voorlopige eindtijd 1.16.5.